Even een klein technisch dingetje. Hoe werkt zo'n foil nou? Er zitten vleugels op, net zoals bij een vliegtuig. En het ding werkt ook precies zoals een vliegtuig. De voorvleugel zorgt dat je omhoog gedrukt wordt. De achtervleugel duwt naar beneden toe. Dat betekent dat de foil scharniert, zeg maar even, om de aanhechting tussen de mast en de romp. Daardoor wil de foil omhoog komen kantelen. Hier kom jij dan met je gewicht in het spel. Je wil natuurlijk niet dat die foil alleen maar omhoog komt. Dan ga je achterover de lucht in. En dat was niet de bedoeling van het foilen. De bedoeling van het foilen is dat je uit het water getild wordt en dan horizontaal over het water beweegt. Je begrijpt dat kantelmoment moet tegengewerkt worden door je gewicht. Hoe meer je naar voren gaat leunen, hoe groter jouw eigen kantelmoment wordt om die vleugel weer naar beneden te brengen. Dat is nou precies het spelletje van het windfoilen. Naast naar links, naar rechts kantelen kan je nu ook omhoog en naar beneden. Tijdens het foilen ben je eigenlijk de hele tijd bezig met je gewicht iets naar voor, iets naar achter te verplaatsen. En het gaat er maar om hele kleine beetjes om die foil precies horizontaal onder water te houden, zodat jij net op een halve meter boven het water hangt. Waarom is dat achtervleugeltje nou verstelbaar? Die achtervleugel regelt de hoeveelheid druk die naar beneden gegeven wordt, kortom het kantelmoment. Je kan je voorstellen dat als je wat zwaarder bent, dat je wat meer kantelmoment van die foil omhoog wil hebben. Dus dat je de hoek wat groter instelt, zodat die wat meer druk naar beneden geeft en de voorvleugel wat meer omhoog laat komen. Als je wat lichter bent, wil je misschien juist die achtervleugel wat vlakker hebben staan, zodat die wat minder tegendruk geeft en dat die foil wat minder snel omhoog geduwd wordt, want anders word je met je lichte gewicht de lucht in gecatapult. En dat is ook weer niet de bedoeling.